Goedemorgen. Hoi hoi, het is weer tijd voor de Donderdag Live vandaag. Ik ben Diana van Otterlo, onafhankelijk stem-up demonstratrice. En in de afgelopen week konden jullie kiezen tussen twee stempelsets. En dat was de Peaceful Deer of de Bottled Happiness. Nou, het was met een kleine voorsprong de Bottled Happiness is het geworden. Dus vond ik heel leuk, want het was een echte uitdaging. Ik heb het gisteren wel uit mijn tenen moeten halen. Maar ik denk dat ik wel weer iets leuks bedacht heb voor jullie. Wat ik verder heb gebruikt zijn de Stylish Shapes stansen en dan de cirkels. Ik heb de Wintry 3D embossing folder, een van de twee gebruikt. Goedemorgen Mary, hoi Adrie, leuk dat jullie er zijn, gezellig. En ik heb de Fantastische Feestdagen stempel gebruikt voor de tekst Fijne Feestdagen. Het is een heel verhaal vandaag. Die heb ik nog nodig. Ik heb de takjespons gebruikt en natuurlijk de bijpassende flessenpons. En ja, hij heet anders in het Nederlands, maar de bouwpons of de bafpons. Mijn Engels is niet zo goed dat ik precies goed weet hoe ik dat uitspreek. Maar in ieder geval een leuk takje en een bloemknopjesponsje. Die zet ik even aan deze kant. Zo. Nou, dit is de kaart die we niet gaan maken. Oh, ik ben heel mijn beeld kwijt. Wacht even, jongens. Even op het goede beeld gaan staan. Zo. Nou, bij deze heb ik dus die sneeuwvlokken embossing folder gebruikt. En natuurlijk de deer en de cirkels. Nou, goed. Die gaan we dus niet maken, maar die komt dan morgen en zaterdag op mijn Facebook en op mijn Instagram. En dit is de kaart die we wel gaan maken. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Goed, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, ik heb gekozen voor de kleur Mary Merlot. Een kleur die ik eigenlijk veel te weinig gebruik. Het is wel echt een hele mooie kleur. Hij lijkt, ja, ik vind altijd, ik moet altijd, dit is Sherry Cobbler. En als ik het niet gelijk zie bij elkaar, zeg maar, dan denk ik altijd ook dat dit ook Sherry Cobbler is. Maar als je ze echt naast elkaar legt, zie je duidelijk kleurverschil natuurlijk. Mary Merlot dus. Goed. Ik moet natuurlijk wel even deze kaart in het zicht laten liggen. Kunnen jullie hem zien zo? Ik denk het wel, hè? Mary Merlot dus. Dan heb ik een inlegkaart. Want ja, een donkere kleur. Dus kijk, ik heb de binnenkant ook versierd. Ik heb een stukje gold distressed papier. Ik heb een strookje waar ik straks op ga embossen. En ik heb drie verschillende maten cirkels uitgestanst uit de zendpapier. En dit komt dus uit het Mary Merlot, uit de neutrals de zendpapier. Nou, dit is het gold distressed papier en dit komt, dit is Shaded Spruce. En die komt uit de, ik moet even kijken, uit de Regals. De zendpapier. Nou, een restje om straks op te stempelen. Voor de tekst. En dan die takjes. En die heb ik uit Old Olive, nee, uit Père Pissace gestanst. En deze uit Mary Merlot ook. Goed, let's start. We kunnen al, in ieder geval het goud ga ik alvast opplakken, want daar komt verder niks onder. Dus dat kan ik alvast opplakken. En als je de maat wil weten, zal ik hem nog even opmeten. Dat is 9 bij 11,5. Zo. En die plak ik gewoon in het midden van de kaart. Ongeveer op het oog. Zo. Dan
dit stukje, dat is dus een halve centimeter kleiner dan dit. Dus dat is 8,5 bij 11. En dat past, kijk, dan krijg je precies dat mooie gouden randje erlangs. En ben je heel zuinig, dan kan je natuurlijk hier nog een stuk uitsnijden of iets gebruiken voor te ponzen. Voordat je dit eroverheen plakt, of voordat je het opplakt natuurlijk, sowieso. Goed, embossen. Ik dacht, ik zal het eens een keer laten zien op het kleine machientje van ons. Zo handig, echt een leuk klein ding is het. En dan hebben we nodig, kijk, er zitten allerhande platen bij. Voor te stansen heb je deze platen nodig, dus de plaat 1 en de twee platen 2. En voor te embossen gebruik je de andere platen die erbij zitten. En heb je een gewone dunne embossing folder, dan gebruik je plaat nummer 3 erbij. Maar heb je zoals ik nu een 3D folder, kijk, alles staat er ook precies op wat je nodig hebt, hè? Dus heb je plaat 1 en plaat 4 nodig. En aangezien ik een 3D folder heb, Wintry 3D, ga ik deze gebruiken, de plaat 4. Ik leg het papier erin. Ik leg plaat 1. Ik leg de embossing folder. En ik doe daarop de plaat 4. En dan gaan we hem erdoor draaien. En that's all. Zo leuk dat embossen. Nou, dit vind ik eigenlijk altijd een verrassing als je het eruit haalt. Dan zie je pas hoe mooi het geworden is. Kijk eens hoe prachtig. Mooi, hè? Ja, ik hou ervan. Goed, die kan ook opgeplakt worden. Dus, ja, en ik, jullie weten, ik ben fan van de Tombow-lijn. Maar hou je daar niet van, kan je natuurlijk gewoon dubbelzijdig tape gebruiken. Of zo'n lijmroller die we hebben. Maar daar ben ik niet zo handig in. Dus vandaar dat ik altijd de vloeibare lijm gebruik. Zo. Dan hebben we die. Goed, dan hebben we dus die cirkels. En wat ga ik met die cirkels doen? Om dit effect te krijgen heb ik ze gewoon door de helft gesneden. En dat ga ik dus nu ook weer doen. Ik snij ze. Even kijken. Ja, dat is al een beetje op het oog, hè. Zo ongeveer zitten we op het midden. Eén, dan de gouden. En dat hele kleintje. Zo. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste van deze kaart. Om ze ongeveer door het midden te snijden. Hoi Marissa, leuk. Ja, mooi is dat embossen altijd, hè. Zo gaaf effect. Goed. Even aan de kant. Blijf. Ik ga nu die cirkels op elkaar plakken. En dit is de bedoeling. En deze doe ik precies aan de andere kant opplakken. Dus een beetje lijm er weer aan. En dan leg je ze hier in de hoek. Leg je ze gelijk. Het is niet echt een hoek natuurlijk, maar jullie snappen wat ik bedoel. Hè? Dat dit gelijk ligt. En aan de onderzijde moet het ook gelijk zijn. Dan de derde cirkel erop. En dan is dit het resultaat. Vervolgens doen we datzelfde, maar dan in de andere hoek met deze cirkels.
Ja, en de laatste. Ja, en dan kan je eigenlijk een beetje gaan spelen. Hey, hoi jullie. Oh ja, dat geeft heel toch niet? Als je later terugkijkt goh, ik heb echt iets gemist, dan kijk je gewoon later terug. Nu kan je een beetje gaan spelen met hoe je ze neerlegt. Wat voor effect dat je krijgt. Ik denk als je het zo neerlegt dat je het beter kunt zien, dan krijg je echt een beetje een soort slinger idee. En door er dus iets overheen te plakken ook nog, versterk je dat effect. Ja, ik kwam dit tegen en dat stond al zo lang op mijn lijstje. En ineens dacht ik, dat heb ik nodig. Maar het heeft wat moeite gekost hoor, deze keer om een leuke kaart te bedenken. Dat kan ik vertellen. En gisteren nog is die echt uit mijn tenen gekomen. Maar ik ben er wel heel tevreden mee. Zelf dan, hè. Goed. Nu ga ik dus die cirkels opplakken. En omdat ik hier nog die fles overheen plak en natuurlijk toch wel een beetje nog wat wil zien van die cirkels, doe ik er een klein stukje tussen laten. En dat heb ik trouwens bij die andere, die met die hert, ook gedaan. Dus ik laat nu hier een stukje en hier ongeveer. En datzelfde doe ik met deze cirkel, alleen dan iets lager. Zo. En nou denk je echt, nou waar gelijkt dit op? Maar wacht maar af. Je ziet, het komt goed. Dan gaan we stempelen. Yay! Ik begin met te stempelen. En daar had ik dit dingetje voor klaargelegd. De tip van Flip vandaag. Als je een doorzichtige stempel gebruikt. En zeker zo met zo'n groot vlak. Dan heb je wel eens dat hij niet helemaal in het midden mooi afdrukt. En als je er dus zo'n prikmatje onder legt. Dan krijg je wel een mooie afdruk. Want dan krijg je hier die extra druk, waardoor je een betere drukverdeling over die stempel krijgt. Oh ja, ja, het is een mooie kleurencombinatie, hè? Ja, ik dacht, ik moet toch die Mary Merlot. En ik wilde echt vooral ook de Shaded Spruce. En toen dacht ik, oh, dan moet ik eigenlijk die Mary Merlot een keer bij gebruiken. Ja, zo zit ik dan hier voor mijn voor mijn dingetje te kijken. Welke kleuren zouden leuk bij elkaar zijn? En eerst dacht ik crumbcake. En toen dacht ik, nee, kerst, goud natuurlijk. Hoe kan ik het vergeten? Maar goed, lekker kletsen, hè? Even kijken. Dan hebben we natuurlijk de inkt nodig. En voor die fles heb je twee. Nou, je hebt het niet nodig, maar je hebt dus twee stempels die je over elkaar kunt stempelen. Ik ga ze nu allebei gebruiken omdat ik het heel mooi vind hoe dat deze stempel diepte geeft in de fles. En eigenlijk doe ik het altijd zo, maar ik wou het eigenlijk nou eens een keer andersom laten zien. Maar goed, ik doe het gewoon weer hoe ik het altijd doe. Dus ik zet eerst deze stempel op. Voilà. En nou zit er hier dus blijkbaar iets in op mijn stempel. En nou zie je allemaal kleine, alsof er spetjes in zitten, maar goed. Dat is even jammer. Maar zo ziet hij er dus uit als je niet die andere stempel gebruikt. Dat wou ik even laten zien. Nou ga ik die andere er overheen zetten. En dan ga ik even waarschijnlijk iets voor het beeld hangen. Oh jongens, en dit maakt het nou echt af. Kijk eens hoe mooi. Dan krijg je echt het effect, ja, alsof je gewoon een glazen fles hebt. Ik vind dit zo geweldig bedacht. Goed, deze ga ik natuurlijk uitponsen. Voilà. Die plak ik dus straks hierop. Nou, de takjes heb ik natuurlijk. Oh ja, dan ga ik ook alvast de binnenkant stempelen, jongens.
Daar heb ik deze voor gebruikt, een kleinere fles. Want ik dacht, ja, die moet toch ook wel eens gebruikt worden, niet? Dus die gebruik ik voor de binnenkant. Ik check altijd even, want je zag het net, hè, dat hij niet helemaal goed geïnkt had. Ik check altijd even of die goed in de inkt zit. Voilà. En daar heb ik een takje ingestempeld, die ook in de stempelset zit. En die stempel ik nu in crumbcake, omdat ik natuurlijk geen gouden inkt heb. Maar crumbcake komt altijd heel dicht in de buurt. Even kijken. Ik zal hem deze keer een beetje zo laten gaan. Voilà. Het takje. En dan als laatste had ik hier ook nog een tekstje. Ja, die is wel Engels, maar die vond ik er toch wel bij passen. Sending a little message. Normaal doe ik dat eigenlijk niet. Een Nederlandse aan de buitenkant en Engels aan de binnenkant. Maar vooruit. Vandaag vond ik het toch een keertje leuk. Of gisteren eigenlijk toen ik dit maakte. Sending a little message. Ik vind de tekst, het font zo mooi. Het lettertype, zo. Ik moest even het goede woord bedenken. En die plakken we dus aan de binnenkant van de kaart. Zodat je er ook nog iets op kunt schrijven. Want je wil die message natuurlijk wel even maken, hè? Zo. Ik vind het zo mooi ook. Zo, gewoon zo. Alleen dit vind ik eigenlijk al mooi. Sorry. Nou, dan plak ik eventjes het takje, de takjes achter de fles. Zo, een klein beetje lijm erop. Zitten ze alvast een beetje in de goede richting. Zo. Nou kan je deze natuurlijk ook met dimensionals opplakken als je dat leuk vindt. Ik hou hem hier gewoon plat. Dus ik gebruik gewoon de lijm. Zo. Hey, voilà. Nou heeft het toch echt wel een gaaf effect zo, hè? Dan zie je, is het net of die cirkels zo een beetje zo eromheen slingeren, als het ware. Tenminste, ja, zo vind ik dat ogen. Nou, dan de tekst nog. En dan is de kaart klaar. Je kan hem natuurlijk ook zonder tekst laten, dat je alleen die tekst houdt. Ja, je hebt soms wel eens dat je een kerstkaart aan iemand moet sturen, ja, in een moeilijke tijd. En dan hoef je natuurlijk niet per se een tekst eroverheen te doen. Ik ga wel nu even de tekst Fijne Feestdagen erover stempelen. In het Merry Mellow. Even kijken, Fijne Feestdagen. Voilà, daar is die. En ook die kan je eventueel weer met dikketjes doen. Maar ik doe dat vandaag niet. Zo. En dikketjes is even de vertaling zijn dimensionals. Ik heb ooit... Toen Helene nog hier in Hardingsveld woonde, of hier vlakbij dan, hè, Hardingsveld. Daar gingen we daar op stempelclub en daar was ook altijd iemand. Die noemde dat altijd dikketjes en dat heb ik gewoon overgenomen. Dus dat zit soms echt helemaal er gewoon in. Zo, nou, dat was het voor vandaag. Even kijken, want jullie willen natuurlijk weten waar je voor volgende week... weer uit kunt kiezen. Dat komt zo om 10 uur
komt dat op de Facebookpagina. En dan kan je daaronder kan je aangeven welke stempel je voorkeur heeft. En ik plaats hem straks later in de loop van de dag. Zal wel tegen het eind van de middag lopen, denk ik. Plaats ik ook de foto hier van deze twee stempelsets op mijn Instagram in de stories. En daar kun je eventueel ook stemmen. Maar die loopt alleen dus dan 24 uur. Nou, dit zijn de stempels waar je dus voor volgende keer uit kunt kiezen. En ik moet zeggen, allebei de stempels zullen een grote uitdaging voor mij zijn. Dus, ik ben heel benieuwd welke jullie gaan kiezen. Warm welkom of in the moment. Ik gebruik deze allebei nauwelijks, dus dit is echt een uitdaging. Ja, dat dus. Het is nu al spannend wat ik daarmee ga maken. Ja, meer heb ik eigenlijk denk ik niet te vertellen wel. Ja, jullie kunnen je natuurlijk opgeven voor de stempelclub van januari. Even kijken waar ik alles verstopt had. Even kijken. De stempelclub van januari. Dat zullen deze kaarten worden met de Floret. Vreemd Floret. Stempel en bijpassende stanzen. Ik ga wel ander designpapier gebruiken als wat ik hier gebruikt heb. Maar de kleuren en dergelijke en de layout blijft gelijk. Die zijn... Oh ja, dit is trouwens wel een leuke funfold ook. Die heb ik van Simone Denenkamp. Goed. Die. En dan voor... Ja, ik heb hem nog ingepakt zitten, want ik wil hier... Deze is nog niet helemaal af. Maar voor de workshop... In januari gaan we een leuk fotoalbumpje maken. En die heb ik geleerd van Danielle Kassing. Maar hier wil ik nog iets in stempelen. Maar die stempel, die had ik wel besteld. Maar zat niet in mijn bestelling. Dus ik moet even geduld hebben voordat die binnen is. Maar goed, hier komt dus een mooie bloemstempel nog in. En dit is dus een fotoalbum. En dit ga ik ook maken. Dit is een... Ja, het lijkt zo een doos. Je kan het ook als een doosje gebruiken, want je kan er ook iets in stoppen. Maar mijn idee was om hier een soort fotolijstje, dat het een soort fotolijstje is. En dat je hier een klein fotootje van ja, je geliefde of je kat of je hond of inzet. En die kan je dan zo op je bureau zetten. Dat dacht ik. Dat was mijn idee. Goed, de stempelclub is €12,50, de workshop is €17,50. Opgeven kan tot en met 1 januari, uit mijn hoofd gezegd. Ja, opgeven tot 1 januari. En dan is de stempelclub op 9 januari de uitzending en op 10 is de workshop. Nou ben ik wel echt uitgekletst hoor. Ja, oh ja, dat komt wel goed. Dat denk ik ook wel. Maar het is, soms komt het wel uit mijn tenen, moet ik zeggen hoor. maar goed, misschien valt het deze keer mee. Laten we het hopen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik vond het heel leuk dat jullie erbij waren. En tot de volgende keer. Doei doei!